Oké, guys. Dan gaan we verder met Anne-Jan en Bas. Zij gaan wat vertellen over de SHA-badge. Ze hebben er al meerdere talks over gehouden. Dit is dan weer een follow-up en weer een nieuwe status-update over de huidige status van de SHA-badge. Dus ik zou zeggen, Anne-Jan en Bas, take it away. Applaus. Dank jullie wel. Ik ben Anne-Jan Brouwer. Ik ben software developer. Ik werk voor een bedrijf genaamd No Protocol als senior software architect. En in het SHA-badge project heb ik voornamelijk de high-level architecture gedaan. Dus het idee van hoe de software zou moeten werken en het aan elkaar knopen van zaken. Ja, ik ben Bas van Sisseren. Ik heb alweer een tijdje geleden gestudeerd informatica in de richting van embedded systems. Vervolgens ben ik gaan werken bij KNTnet, waar ik me meer bezig hou met malware-analyse, malware-research, reverse-engineeren. Dus ik vond het wel leuk om nu met de badge weer echt de low-level kant in te kunnen. De Europese hacker-events die in de afgelopen jaren zijn geweest. Iedere 4 jaar is er in Nederland sinds 1993 een groot hacker-event. En dat wordt ook steeds groter en groter. Daarnaast zijn er ook in het buitenland hacker-events. De andere oneven jaren in Duitsland. En kleinere events in andere landen zoals Engeland, Luxemburg, etc. En dat loopt steeds leuker. En zo was er vorig jaar, SHA 2017. In het verleden zijn er ook op events badges uitgedeeld. Dat begon met de Rocket Badge 2011 op CCC-kamp. Dat is naar mijn weten en een vluchtige zoektocht op het internet ook de eerste keer dat er bij een hacker-event een badge als een entreebewijs werd uitgedeeld. Dat was een raketvormige printplaat met erop een Nokia 3310 schermpje, kleine processor, niet werkende near-field communications en een heleboel leuke dingen. Maar hij werkte leuk ook als naamplaatje. Je had het Nokia 3310 scherm met backlight, daar kon je redelijk op spreekafstand iemands naam op aflezen en het was gewoon een leuke gadget. Daarna zijn er heel veel andere gekomen. Een bekende is de Radio Badge van CCC Kamp 2015. Ontzettend leuke gadget, heel klein schermpje. En ook op IMF Camp zijn er badges uitgedeeld die leuk waren. Hier heb je een voorbeeld van die Rocket Badge, de eerste. De Radio Badge. Alleen, die badges werkten niet echt. Behalve dan de eerste, de Rocket Badge, werkte niet echt als een badge. Je kon niet op spreekafstand van iemand, kun je zijn naam aflezen. Het deed niet echt wat voor het evenement. Het voegde weinig toe. Die Radio Badge is een ontzettend coole gadget. Je kan er heel leuk mee spelen. Software-defined radio dingetjes doen. Alleen het voegde niet echt wat toe aan het evenement. En ook om er zelf iets mee te doen, om er software op te zetten, moet je eerst een toolchain downloaden van enkele gigabytes, urenlang compileren en uiteindelijk je software erop flashen. Wat wij wilden doen is alle 3D-punten aanpakken. Dus het moet werken als een badge. Het moet iets toevoegen aan het evenement. Het moet makkelijk te hacken zijn voor iedereen zonder eerst diep in software te hoeven graven. En om aan 3500 mensen een leuke gadget te geven. Om dat te bereiken zijn we gaan brainstormen. Dat begon ongeveer op CCC Kamp 2015. En we hadden een goed idee van, je hebt in auto's voor navigatie heb je vaak van die OLED-schermpjes. Dat is lekker groot, dat geeft behoorlijk wat licht. Het zou ook eventueel met daglicht kunnen werken. En om het makkelijk te maken, waarom niet OpenWRT of iets dergelijks? Dat je kan SSH naar je badge en er iets mee doen. Op ETNL Winter hebben we dat verder uitgebreid. En toen kwam ook net van Espressive, na hun 5 euro wifi chipje, kwam ook de nieuwe ESP32. Zou er aankomen. En waarom niet met e-inkt? Dat is hartstikke leuk. Dat werkt ook gewoon in daglicht. Dat werkt ook 's avonds. Dat werkt altijd. En het werkt zelfs zonder stroom. Nog fijner. En tijdens IMF Camp 2016, hun Tilda badge. Hartstikke leuke badge. Hadden we het idee van, zij hebben daar een soort van App Store-achtig systeem op. Wat met MicroPython applicaties werkt. Je moest nog wel veel moeite doen en bij een team je software inleveren om het in hun App Store te krijgen. Maar het maakte het een stuk makkelijker om er zelf ook wat mee te doen. Zonder eerst uren te hoeven compileren en dergelijke. En om dan voor een evenement als SHA zo'n badge te krijgen,
moet je wel een boel mensen gaan overtuigen. Er moet een budget voor vrijkomen. Er moeten mensen aan meewerken. Want in je eentje krijg je dat van zijn levensdagen niet gedaan. Dus ben ik aan de slag gegaan om een proof of concept te maken met een... Eigenlijk, ja, in mijn eentje. dat werd heel simpel. Een Arduino. Een breakout bordje voor een e-ink scherm. Een iets groter e-ink scherm dan oorspronkelijk bij het breakout bordje zat. En een analoge joystick. En dan krijg je ongeveer, als het internet meehelpt, iets als dit. Ja, dat was de working title voor SHA 2017, toen er nog geen officiële term voor was, behalve SHA. En je hebt een werkend menuutje. Veel mensen hadden ook het idee dat e-ink eigenlijk veel te traag zou zijn om een werkende interface te krijgen. Maar aangezien het refreshen wel trager is, in ieder geval veel trager dan de 60 frames per seconde van een standaard schermpje, maar je wel een instant actie hebt op het moment dat je iets doet, zoals dat je met het joystickje beweegt, kan een GUI toch gewoon goed functioneren. En toen mensen dat hadden gezien met de vergaderdagen van SHA, werden er meer mensen enthousiast. Van ja, we denken wel dat dat kan, dat we zoiets kunnen maken. En zo zijn we aan de slag gegaan. Een goede Duitse mede-hacker, Marcus Bechtold, Marcus Beck op Twitter, IRC en dergelijke, die ook eerder ervaring had met het maken van badges, begon mee te helpen en heeft voor ons de eerste hardware-revisie gemaakt aan de hand van onze IRC chat planning, et cetera. En dat was dit dingetje hier. Hij zit hier nog soort van gepiggybacked, aangezien ik de ESP drivers niet helemaal goed kreeg in eerste instantie, met de Arduino. Om te testen of in ieder geval het drivercircuit en dergelijke werkte. Het bleek toch echt softwarefouten van mij geweest te zijn in de ESP driver. En even later hadden we een werkend stuk hardware. Wat zat daar dan in die versie 0.0.1? Een ESP32, de nieuwe Espressive chip. Dat ding heeft een dual core 240 MHz processor. Best wel veel kilobytes flash, heb ik dat er staan? Nee. het e-ink schermpje. Een CPT 2102 USB serial chipje. Een heel standaard serial chipje. En wat joystick buttons en een groot stuk development area om andere dingen, zoals batterijdrivers en noem het maar op, uit te gaan testen. De eerstvolgende revisie, en die kwam al vrij snel daarna, in februari. Was het februari? Tijdens ETH 0 Winter hadden we een stuk of 5 of 10. Heb jij enig idee hoeveel van die ors? 5 denk ik. Volgens mij is het 5, ja. Ja. Hebben we 5 badges gemaakt. En zoals je ziet, ze lijken behoorlijk al op de badge die we uiteindelijk hebben gemaakt. Er zaten nog wat andere dingen op. Maar daar komen we zo wel op. Waar bestond die uit? Nou ja, weer de ESP32. Het Good Display 2.9-inch schermpje. De serial chip. En een capacitive touch met proximity chip. En een I.O. expander. De hoofdpijn chip. Inderdaad. De ESP32 heeft redelijk wat I.O. poorten, maar voor wat wij wilden, en ook trouwens capacitive touch mogelijkheden, alleen voor wat wij wilden was dat zeker niet genoeg. We zouden dan echt niks overhouden voor uitbreiding, laat staan de ledjes en noem het maar op. De ledjes was trouwens, ondertussen was ook het design van SHA een beetje bekend geworden en heel erg vlak voordat die eerste 5 werden geproduceerd in februari gingen we van 5 naar 6 ledjes, want het design van SHA had nou eenmaal 6 kleuren. Hier zijn we toen lekker mee aan de slag gegaan. Die capacitive touch chip was echt een hel. Heel ETH 0 Winter zijn Marcus en ik en nog een paar mensen bezig geweest om te proberen daar iets nuttigs mee te doen. Maar het was een ramp. Toen zijn we doorgegaan naar de tweede revisie. Want niet alleen waren die I.O. chip en de capacitive touch chip lastig om mee te programmeren en te werken. Daarnaast waren ze ook vrij prijzig. We moesten toch echt wel wat gaan consolideren. En gelukkig vonden we een andere chip die goedkoper was en I.O. deed en capacitive touch. Hartstikke fijn. Ondertussen hadden we ook een ander display, want het display was ook aan de prijzige kant en dat kon goedkoper.
Hier komen we straks nog op terug. Hier zie je ondertussen alle revisies naast elkaar. Van de eerste poging tot aan het uiteindelijke product. En nou, wat zit erop? ESP32, dual core 240 MHz chip. Wat ik al zei, wifi, bluetooth, alles aan boord. Ontzettend mooi ding. De DPEG-029-0B1 e-ink scherm. En het officiële term daarvoor is AMEPD. En dat staat voor Active Matrix Electrophoretic Display. Hartstikke leuk. Het ding heeft 296 bij 128 pixels, 1 bit. Dus zwart-wit. We hebben de USB serieel. We hebben de touch controller en IO multiplexer. En een battery charger. Nou, hartstikke leuk. Dan moeten we het ook gaan maken. Want we hebben ondertussen dus het budget rond. En we hebben het design rond. En het werkt in basis. Dus dan moeten we aan de slag. Dit is Sebastius zijn hobbykamer. Dus gang, de woonkamer. De leftover slaapkamer. In hoeveel diepe keren is dit bezorgd geweest? Hoeveel keer heb je... Ik heb alle 500 kilo zelf omhoog getild en zelf weer omlaag getild. Ja, maar is alles op één dag aan? Nee, of nee. Dat zijn lang niet. Dat is over weken gedaan. Ja. Het display was er heel vroeg. Accu's ook snel. De batterijen waren er ook vrij snel, ja. En andere dingen duurden juist en die duurden. Nog een boel grappen gemaakt of het niet handig zou zijn als we de batterijen en de displays niet in een ander huis zouden zetten. Want als zijn huis afbrandt, oké, maar die displays is toch wel heel zonde. Meer van dat werk. Maar ja, we moesten dus wel van dit naar dit gaan. Voor ingepakte pakketjes. Want je kan mensen niet een echt moeilijk bouwpakket geven. Een van de nadelen van die e-ink schermpjes is dat het echt letterlijk een dun glasplaatje is. En die worden geleverd in trayen van 20. En dan is het wel stevig. Maar op het moment dat je die los in zakjes gaat stoppen en mensen de flatflex gaat laten buigen en aan de display connector doen, dat gaat een boel breuk opleveren en een boel ontevreden hackers. Want niet alle hackers zijn even motorisch geskilled, zullen we maar zeggen. Dus het was echt een ontzettende bak werk om van punt A naar punt B te komen. In totaal heeft het meer dan 500 manuren gekost. Minimaal. En dat was puur en alleen het inpakken en het werken. 4000 zakjes, 4000 flyers, noem het maar op. 24.000 RGBW-ledjes. Ontzettend veel werk. En toen hadden we nog een probleem. Tijdens de eerste sweatshop om die zaken, de zakjes in elkaar te zetten, hebben we aan een aantal vrijwilligers alvast een badge gegeven. En gezegd van joh, op het moment dat je op Sjaak komt, neem hem niet aan bij de entree. Je hebt hem nu al veel plezier ermee en ga ermee spelen. En die kwamen erachter dat hij fantastisch werkte zolang je hem op de USB hield. Maar als je hem op de batterij probeerde te poweren, deed hij niks. Helemaal niks. Nou, bij de helft van de badges. Bij de helft van de badges. En na heel veel uitzoekwerk, relatief snel, kwamen we erachter wat het probleem was. En dat was dat een deel van die serieel chipjes, de helft hadden we gesponsord gekregen van Silicon Labs, een van onze sponsoren. De andere helft hadden we relatief goedkoop in China op de kop getikt. Maar niet zo goedkoop dat je zeker weet dat het nep was. Helaas bleken ze wel nep te zijn. En hadden een klein probleempje, namelijk dat ze via de seriële data-in-lijn parasitair gevoed werden op het moment dat je de batterij eraan deed, waardoor ze de resetpin van de processor hoog trekken en dat hele ding niks doet. Hij boet gewoon niet. Gelukkig kwam Marcus Beck snel met een theoretische oplossing. Die heeft Sebastius direct uitgeprobeerd door een scalpeltje te pakken. Scalpeltje te pakken, een spoortje door te snijden en daar overheen een weerstandje te solderen. Door dat weerstandje, de data gaat er nog wel door, maar hij krijgt niet genoeg power om aan te gaan en dus de reset hoog te trekken. En alles werkt weer. Gelukkig. Nadeel was, dit moesten we 2000 keer gaan doen. Met een hele bak vrijwilligers is dat uiteindelijk gelukt. Fantastisch werk. De dag voordat Sja begon, dag min 1, hebben we nog een hele grote sweatshop op het evenement gehouden om alle laatste badges af te krijgen, zodat op het moment dat de tickets, dat de kassa echt open ging, dat mensen hun armbandje konden halen, dat er voor iedereen een badge klaar lag.
Fantastisch werk door een fantastisch team. Ondertussen was er ook iemand die had een beetje ons gevolgd op Twitter, op IRC, noem het maar op. En had zoiets van, hartstikke leuk. Volgens mij kan ik gewoon die componenten losbestellen. Kan ik zelf zo'n badge maken. Heeft hij gedaan. Heeft hij ook meegenomen naar het event en daar gebruikt. Fantastisch. Maar ja, leuk al die hardware. Maar je doet niks zonder software. Dus, wat gingen we doen? Nou ja, we gingen het als eerste maar eens opdelen in stukken. Low-level hardware drivers. Over-the-air updates. BPP. Gaan we niet echt op terugkomen. Mocht iemand willen weten wat het is, et cetera. Ontzettend leuk idee. De implementatie hadden we te weinig tijd voor om het op het evenement ook echt te gebruiken. En voor de rest dus MicroPython, wat we het qua idee gejat hadden van IMF. Want dat werkte goed. En applicaties. Dus, moet ik wel even de goede kant op gaan. Hoe gingen we dat doen? We hebben het opgedeeld in verschillende repositories. Alles op GitHub. En hebben we ook vrij snel een soort van workflow om te kunnen samenwerken ingesteld. Alle grote changes lopen via pull requests. Hele kleine veranderingen kun je best wel op master gaan mergen. Dat soort dingen. En gebruik GitHub issues als een centrale plek voor alles. Je wil niet nog meer complexiteit, nog meer software, aparte tracking tools voor wat je status is. Dat wil je helemaal niet. Je wil alles op zo'n eenduidige plek mogelijk hebben, zodat mensen een kleine drempel hebben om ook mee te gaan helpen met het project. En wat ik meteen heb geëist eigenlijk en ook geïmplementeerd, want ja, je kan wel dingen gaan eisen van vrijwilligers, maar dat werkt niet. Is om alles in continuous integration te stoppen. Iedere commit die wordt gedaan naar de firmware tree, wordt alles gebouwd. Niet alleen de firmware, ook de MicroPython laag, alles. En op het moment dat er dingen stuk gaan, krijgen we daar ook meteen notificaties van. De ESP32 chip heeft van Espressif een ontzettend mooie software development omgeving. Nou ja, SDK met wat extra tooling erbij gekregen en die is ontzettend fijn om mee te werken. Het gebruikt kernel config, zoals ook bijvoorbeeld de Linux kernel, voor al zijn configuratie. Dus je kan kiezen om de Bluetooth niet te gebruiken, wat we op het event hebben gedaan. Soort van geëist door het netwerkteam, want die hadden zoiets van 2,4 gigahertz. Het is al een lost cause, maar als je ook nog eens een keer 4000 Bluetooth uitzendende, scannende apparaten erop zet, dan doet niks het meer op 2,4 gigahertz. Ook voor ons niet handig, want we wilden in ieder geval wel die wifi gebruiken. De verschillende hardware revisies hebben we support voor gehad. Zoals jullie eerder in een slide zagen, we hebben nogal wat versies gehad met verschillende chips. Die kun je kiezen. Je kan nog steeds de firmware bouwen voor oudere hardware revisies. En zelfs voor de versie, ik heb alleen een e-ink display en alleen een ESP32 of zelfs alleen een ESP32. En ook verschillende displaymerken. Dat gaat dan ongeveer zo. Hartstikke handig. Het voordeel daarvan was, mensen die, zoals die jongen die zelf zijn badge had gemaakt, die display die wij gebruiken, die kun je eigenlijk alleen in bulk van 1000 minimaal kopen. En die andere Good Display displaytje, die kun je per één kopen voor relatief weinig. Woep. Ja, prima. Even zien. Hartstikke leuk. Zoals je ziet, e-ink is traag. Ja. Ja, dankjewel. Onderste. Voor de volgende. Om te beginnen met het oude display. We hadden een display van 296 bij 128 pixels en die kunnen uit of aanstaan. En het updaten van het display, dat is relatief traag. Ik had zoiets van, dat moet vast beter kunnen. Dus dook ik daar iets meer in. Van de leverancier kregen we een mooi stukje software met Chinese comments en alles. Waarbij het display aangestuurd kon worden. En dat is eigenlijk gewoon zoiets van, ja, gebruik deze functies en dan werkt het. Daar kwamen dus dit soort mooie structures in tegen. Een hoop random getallen. En had het gevoel van, als we hiermee gaan spelen, dan kunnen we mogelijk het display sneller aansturen of langzamer aansturen. Kunnen we misschien leuke trucs mee uithalen. Dus, nou, meegespeeld.
Ja, dan kom je erachter. Als je het display mooi volgens hun library aanstuurt, dan ziet het display er eigenlijk altijd wel goed uit. Maar is behoorlijk traag met updaten, zoals je net zag. Als je er zelf mee gaat spelen en bijvoorbeeld het display sneller aan gaat sturen, dan krijg je het effect dat het vorige plaatje er nog doorheen zichtbaar is. En als je het te lang aanstuurt, dus te lang zeg maar een pixel zwart wil maken, dan heeft het als gevolg dat de rest van de dag je nog steeds dat andere plaatje op de achtergrond blijft zien. Ja, je kunt er ook gebruik van maken. Dus als je het display wat korter aanstuurt, dan kun je daarmee ook een soort van grijs tinten gaan opbouwen. Dus door met een zwart scherm te beginnen en langzamerhand laag op te gaan bouwen, kun je daarmee ongeveer 5 bits, 6 bits aan grijswaarde mee opbouwen. Ja, dat is wel leuk voor zo'n badge. Ja, dan kwamen wij het nieuwe display. Wegens financiële redenen zijn we overgestapt op de andere display. Wat officieel, wat eigenlijk gewoon hetzelfde zou moeten zijn als de andere, maar er zaten toch een paar kleine verschillen in. Onder andere dus deze structure wat hetzelfde doet als een paar slides terug, maar dan voor dit display. Die was dus weer compleet anders. Ook met wat moeite hier weer deze weer weten te reversen, zeg maar, uit te vinden hoe we dan het display op de juiste manier aansturen. En daarmee is het uiteindelijk ook dit nieuwe display ondersteund. Ja, naast het display hadden we nog wat andere dingen. We hadden de LED-bar en we hebben een vibratiemotor. LEDs kun je aansturen met rood, groen, blauw en wit. Waarde van 0 tot met 255. Dus ja, je kunt er ongeveer elke kleur aan geven dat je wil. Verder, ja, we wilden eigenlijk wel dat de badge het hele event bleef werken en niet na een kwartier al leeg was. Dus moesten we kijken naar het power management, probeerden de badge zoveel mogelijk in slaapstand te houden en alleen wanneer er events binnenkomen, wordt de badge wakker gemaakt om het event te verwerken en daarna kan hij weer gaan slapen. Ook daar hebben we dus weer een aantal API's voor. Verder de touch. We hebben 8 knoppen erop zitten. Daarmee meten we het. De geleiding van een knop. Basisgeleiding. Wisselt nogal per badge en ook luchtvochtigheid gebonden en nog veel meer dingen. Zeker tijdens kampen. Juist. En varieert ook per knop, want ook de afstand van de chip tot de knop is anders. Traces. En per knop wil je dus eigenlijk een touchniveau hebben waar je zeg maar boven moet komen. En als het weer onder het release niveau gezakt is, dan wordt het knopje vrijgegeven. Verder hebben we nog een stukje flashgeheugen op de chip zitten om de configuratie in op te slaan. Dat heet non-volatile storage. Verder de firmware zelf en daarnaast een stukje file system, gewoon VAT 32 volgens mij. Volgens mij ook, ja. Bijna zeker. En ja, daar hebben we zo'n badge net in elkaar gezet en dan wil je eigenlijk gewoon weten van, doet hij het een beetje? Daarvoor hebben we een zelftest geschreven die alles langs gaat, wat op dat moment dan al op zit. Dus hier wordt niet de LED getest, maar voor de rest eigenlijk alles wel. En er wordt gekeken wat het basisniveau is van elke knop. En dat wordt dan opgeslagen in de config. Hier op het plaatje zie je ook heel mooi, kun je nog één keer terug? Er staat hier action touch button select tijdens het die first boot. Lopen we ook alle niveaus na of het enigszins een zinnige waarde zou kunnen zijn. In dit geval, die blauwe badge ligt schuin zo over die select knop van die ander. Dus dat zorgt voor een toch wel anders dan normaal capaciteitsveld. En daardoor heeft hij zoiets van, nou, is die knop wel in orde? Tijdens het flashen kon je dan even op die select knop drukken. Werd er dan wel een zinnige waarde gemeten? Dan ging hij weer verder met de configuratie.
Ditzelfde, die first boot, hebben we ook gebruikt om het verschil tussen de twee chipsets, de USB serieel chips, de echte en de neppers, te kunnen detecteren. We hadden eerst het probleem... Zat er eigenlijk al voor, ja, voor het flesje. Maar... Klopt. Ja. we dachten het probleem te hebben dat we al die 4000 badges met een microscoop zouden moeten kijken voor hele kleine verschillen in de opdruk van de chip. Gelukkig was het ook met software vanaf de computer die flasht via de USB te detecteren welke revisie het was. Omdat ze zich allebei net niet aan de specs hielden. De officiële trouwens ook niet. Juist. De fake deed het beter. En konden we dus op het display konden we zetten welke chipversie het was. Zodat we heel snel met unskilled labor gewoon mensen konden laten sorteren welke rework nodig hadden en welke goed waren. Het met een microscoop kijken, dat paralleliseert niet zo goed. Maar een USB, een micro-USB kabeltje in een apparaat steken en naar de volgende gaan, dat schaalt als een malle. Ja. Volgens mij is de volgende op. Yep. Slide weer. Ja. We hadden dus de firmware erop staan. We hebben niet één, maar twee firmware partities, zodat we iedere keer wanneer de batch draait, we de andere firmware partitie kunnen overschrijven. En daarmee eigenlijk altijd een rollback scenario hebben van als de nieuwe firmware niet goed geschreven is. Wat met de flaky wifi op een event nogal kan gebeuren. Ja. Best mee misschien. Ja. Daarnaast wilden we, het is een hacker event, ook wel enigszins wat veiligheid inbouwen. De standaard voorbeelden van Espressif en eigenlijk alles wat ze met OTA doen, gebeurt gewoon met HTTP. Daarna doen ze eventueel nog wat package signing of dat soort checks. Maar ik had zoiets van, ja, dat ding ondersteunt gewoon volledig HTTPS. Dus waarom zouden we dat niet doen? Nou ja, ik weet niet of je ooit hebt gekeken hoeveel root certificates er op je computer staan. Dat is enkele megabytes. Dat kun je niet gewoon iedere keer op al die badges gaan flashen. Dan hou je geen ruimte over voor je applicaties. Dus daarnaast moet je dan ook allerlei moeite gaan doen. Zoals kijken wie is de CA, wat, nou ja, is het wel valide? Dus daar hadden we een hele mooie oplossing voor. Alles wat wij doen loopt toch via de ster.sha2017.org wildcard. Dan hebben we maar één certificaat nodig. Klaar. Hij doet wel trouwens full van root HTTPS validation door alle andere certificaten binnen te halen. Wat we ook met over-the-air updates hebben gedaan is update notification. Iedere keer als de badge boot gaat hij even kijken met een get request naar de server. Wat is de versie die ik lokaal draai? Wat is de versie die op de server staat? En dan krijg je tijdens het evenement een soort van push notificatie van er staat een nieuwe firmware voor je klaar. Maar goed, leuk. We hebben nu dus firmware. We willen er ook apps op draaien. En na IMF Camp hadden we zoiets, ja, dat moet wel gewoon MicroPython gaan worden als dat gaat lukken. Nadeeltje was de ESP32 poort van MicroPython was niet heel ver op het moment dat wij met het project begonnen. En dat was maar enkele maanden voor het evenement. Dus we zijn wel hard aan de slag gegaan om daar wat mee te doen. En hebben ook heel snel al de onderlinge afspraak gemaakt van, ja, als het upstream breekt, dat boeit ons niet. We gaan er gewoon voor zorgen dat onze zooi werkt. En wat er daarna terug naar upstream gaat, dat zien we na het evenement wel. Daar gaan we ons echt geen zorgen mee houden dat we ons aan de coding standards van hun houden, aan de manier van werken van hun houden. Helemaal niet. Ja, dit dus. Een groot voordeel is wel dat er ook al heel veel bibliotheken beschikbaar zijn. Voor netwerken, voor berekeningen, voor allerhande zaken. En daarnaast, de MicroPython heeft ook heel veel dingen geïmplementeerd die Espressif zelf in hun SDK en omgeving ook geïmplementeerd heeft. Waardoor we bijvoorbeeld een hele fijne namespace clash kregen met hun virtual file system en het virtual file system van MicroPython. Nog een leuk dingetje aan MicroPython, mocht iemand er ooit mee gaan werken. Alle timestamps, datetime dingen die zij doen, die zijn niet vanaf 1970, maar vanaf 2000. 1 januari 2000. Ja, ze gaan ervan uit dat het allemaal 32-bit systemen zijn. Ze zijn bang voor 2038, maar hebben ze iets, wow, dan wordt het ergens 2068. Volgens mij is het ook vanaf 1 januari 2000 binnen je eigen tijdzone.
Ja, ook nog eens. Heerlijk. Bas die heeft hele mooie API's gemaakt in de firmware voor allerhande zaken zoals de LED, de vibratiemotor, noem het maar op. En dat maakte mijn werk een heel stuk makkelijker. Ik hoef dus eigenlijk alleen maar door te lussen naar de MicroPython kant. En op die manier konden we een ontzettend simpele batch library maken. Dus import batch en daarna kun je met de batch API doen wat je wil. En ook in Python style. Dus wil je al die zes ledjes een kleurtje maken, kan dat zo. Die vibratiemotor is ook wel een leuke. Veel mensen snapten ons stukje van de documentatie niet, omdat daar stond pattern. Ja, een bit pattern. Dus stuur je 42 naar dat ding, dan doet hij 3 keer bzzzt. even kijken. Oh ja. Op het moment dat die badge gaat booten, we gaan iedere keer slapen en dergelijke, dus heeft hij weer een warm boot. Op dat moment gaan we even kijken in de non-volatile storage, een van die partities, wat zijn we aan het doen? Draait er een applicatie? Moet er een applicatie draaien? Willen we over de air updates doen? Is het de eerste keer dat die boot? Is mijn hele NVS leeg? Wat willen we? Op het moment dat iemand zo'n badge voor het eerst uit zijn verpakking haalt en hem aansluit, dan wil je dat hij eerst zijn naam gaat invoeren en daarna pas naar het menu gaat. Dat soort zaken. En om met die display te praten, hebben we van IMF afgekeken de UGFX library. Die heeft ontzettende leuke widgets, waardoor je heel eenvoudig dingen zoals lists, trees, buttons, keyboards, goede fontrendering inderdaad, kan gebruiken. Ze hebben ook een PNG-loader en een JPEG-loader. Die werkt alleen niet heel erg fijn samen in eerste instantie met de manier van werken. Laten we het zo maar zeggen. Eigenlijk is UGFX voornamelijk gebaseerd op displays die continu gerefreshed moeten worden. Zoals een LCD-schermpje of wat dan ook. En niet een e-ink-schermpje waar je tegen zegt, doe nu een refresh van het buffer. Dus daar hebben we nogal omheen moeten werken. Ondertussen, tegen het eind van het code, kwamen we er ook achter dat we ondertussen 3 verschillende GZIP-implementaties in de firmware hadden zitten. Maar die hebben we gewoon lekker laten zitten. om het code makkelijker te maken voor mensen die ondertussen heel enthousiast waren geworden over dit project. Voornamelijk omdat Sebastius en Kartoffel ontzettend druk met de Twitter-account bezig waren. Van alle verschillende SHA-propagandakanalen, om het zo maar even te zeggen, was het badge Twitter-account toch echt wel by far het meest populaire. Omdat we continu leuke updates stuurden, video's, foto's, van alles wat we deden. Gewoon radical open. We publiceren alles. Als wij het leuk vinden, publiceren we het. Dus ondertussen, even zien, dit was Acid geloof ik. Ja, Acid had het goede idee. Als ik nou die MicroPython pak, er is ook een MicroPython Unix map. En die kan met SDL als output ook best een display emulator gaan doen. En als we dan nog wat andere leuke dingetjes erin stoppen, dan kan die ook best de buttons, de LED, de buzzer. De buzzer heb ik er trouwens in gehackt en dat is character 7, als in de bell character naar de terminal sturen. Dus ping ping, dat doet de buzzer. De ledjes deden we met ANSI escape kleurtjes ook gewoon in de command line. Maar zo konden we in ieder geval alles proberen en ook door mensen laten coden die nog geen badge hadden. En op die manier hadden we alvast software. Maar ja, hoe krijg je die software op die badge? In Python heb je normaliter de Python package installer, pip. En ik dacht, daar kunnen we best een fork van maken. Voor de mensen die de naam Woezel niet kennen en al helemaal niet in combinatie Woezel en pip, dan heb je vast geen familie met kinderen of zelf kinderen. Maar dat zijn vrij populaire hondjes van de vrouw van Dinant Woestof. anyway, ik heb een fork van pip gemaakt met een UPIP, de MicroPython versie van pip. Alleen die miste nogal wat dingen. Versiebeheer zat er niet in. Alle applicaties werden in één map, namelijk lips, gegooid. Dus op het moment dat ik in mijn applicatie een file heb die henk.py heet en iemand anders ook een file heeft die henk.py heeft, wordt die overschreven. Eén grote chaos. Dus aangepast dat er per applicatie een map is.
Ook het lezen en zoeken van applicaties toegevoegd. En daarnaast wederom TLS-validatie. Want ze gebruikten wel HTTPS, maar deden geen enkele validatie. En hoe krijg je dan die software op die badge? Nou, dan heb je dus ook een repository nodig. En ook daarvoor zijn we aan de slag gegaan. En ik dacht, ja, niemand anders wil het doen, heeft er tijd voor, et cetera. Dan pak ik maar iets wat ik gewoon goed ken. En ik ben daarmee aan de slag gegaan en heb op basis van het PIP-model, van de PIP repositories model, iets heel simpels gemaakt. Je hebt eggs, zo noemen ze bij Python blijkbaar hun applicaties. Je hebt JSON-files waarin revisies, categorieën en een status worden doorgegeven. En je kan ook dependencies opgeven. Dus mijn applicatie heeft de volgende applicaties nodig om te kunnen werken. En dat werkt allemaal in UPIP al. Dus dat was vrij snel om ook dat te kunnen maken. Dus in eerste instantie heb ik gewoon op mijn browser, op mijn webserver, een mapje aangemaakt, daar een JSON-file in gezet, die laten linken naar een file. En een uur later had ik een werkende repository. Oké, daar moet dan nog wel een schilletje omheen, want we willen het gebruiksvriendelijk maken. We willen dat mensen letterlijk gewoon een file kunnen drag and droppen en dat soort werk. Dus ik ben met een simpel bootstrap theme en een framework, Laravel, wat ik goed ken, aan de slag gegaan. En heb al die zaken erin gestopt. Dependencies, status, categorieën, omschrijvingje, noem het maar op, revisies. En om het dan nog eens even wat gemakkelijker te maken, Code Mirror, dat is een hele mooie JavaScript library die ervoor zorgt dat je een syntax highlighted editor met allerlei extra features gewoon binnen je browser kan draaien. Daarnaast is er PyFlakes, een code checker voor Python. Iedere keer als je op save drukt, racht hij je code door PyFlakes. Die geeft aan, hier zitten wat warnings, hier zitten wat errors, let er even op. En toen kwamen we erachter dat af en toe, als we wat grotere applicaties maakten, dat niet helemaal lekker werkte. Wil jij dat stuk eigenlijk vertellen? Ja, prima. Dat is eigenlijk niet met grotere applicaties, maar eigenlijk gewoon als je de Wi-Fi library gebruikt, het 12-system gebruikt en via Wi-Fi naar, naar de flash wil schrijven en ook nog eens GZIP wil gebruiken, dan past het allemaal niet meer in het geheugen. In ieder geval op dat moment niet. Dus we hebben de GZIP tool aangepast dat hij niet meer een dictionary van 32 kilobyte gebruikt, wat de standaard size is, maar een kleinere dictionary. Dat is zeg maar de hoeveelheid bytes dat hij terug kan kijken in zijn stream. En ja, daarmee konden we wel goed genoeg compressen. En ja, werkte eigenlijk alles wel prima. En aangezien we toch alles onder controle in eigen beheer hadden, konden we gewoon op de server een aangepaste versie van GZIP zetten die iets grotere files, maar met een stuk minder geheugen gebruik maakte. Hatchery heb ik opgezet in 3 dagen in de basis en daarna is er nog door 4 mensen aan meegeklust. Ik heb daarbij losgegaan op de manier zoals ik dat leuk vind. Zie ook het cyberregister wat Brenno gisteren heeft gepresenteerd. Het is op dezelfde manier opgezet. En ook daar heb ik weer continuous integration toegepast met ook een bak unit testing en dat soort dingen. Alleen unit testing is totaal geen garantie. Op een gegeven moment kregen we op Twitter een berichtje van iemand: jullie App Store is gehackt. Dat was een week voor het evenement, geloof ik. Misschien 2. Nee, kan het evenement al? Nee, het was nog vlak voor het evenement. Maar ja, wat is er dan? Nou, iedere last updated tijd van alle projecten, die verspringt gewoon continu. Wat is er aan de hand? Nou ja, wat bleek? Ik had een pull request gemerged van een goede vriend van me. En die vond het namelijk een goed idee om ook een download counter in te bouwen. Helemaal mee eens. Ontzettend goed idee. Alleen op het moment dat je dus je veldje download gaat updaten, update hij ook je tijd mee. Van last updated. Dus ja, dat was vrij snel gefixt. Maar je ziet wel, ook al heb je een hele dikke unit test coverage, zolang je tests niet testen wat je niet verwacht, maar alleen testen wat je wel verwacht, heb je er eigenlijk niks aan. Toen kwam het evenement. Hartstikke leuk. Zeewolde, 3650 mensen, 4 dagen lang. En door het uitvallen van de arcade, geloof ik was het, kregen we nog een mooie optie. Sebastius is daar meteen bovenop gesprongen
heeft een in vrijdagochtend. Ja, heeft in nog een paar uur tijd, denk ik. Het was echt als een baas. Een voorstel neergelegd van, joh, we hebben dit budget nodig. We gaan dit neerzetten. We gaan een badgebar bouwen waar iedereen aan zijn badge kan solderen, waar mensen de ledjes erop solderen. Dat is bijvoorbeeld, zat in het kitje zoals je zag, de motortje erop solderen. Andere projecten meedoen. Het reworken van mensen die de ledjes compleet vernacheld hadden. Überhaupt het reworken van alle defecte badges, dat was eigenlijk het primaire doel waarom we dit ingeschoten hadden. Ja. De mensen zelf netjes hebben geprobeerd. Juist, ja. En inderdaad, dag 0 hebben we nog net zo lang lopen reworken dat we voor iedere bezoeker gewoon een badge hadden die werkte op dat moment. En daarnaast ook het reflashen van firmware. Want af en toe vernachelen mensen hun badge qua software en dan is het makkelijkst om gewoon weer even USB erin te steken, opnieuw te flashen, factory reset. Ook de vochtfactor. Ook de vochtfactor, inderdaad. En dat was 500 kilo aan zooi die ook nog maar even snel besteld moest worden, geregeld moest worden, gehuurd moest worden, noem het maar op. Maar het was een fantastisch succes. Alleen maar blije mensen. Dat is een bakstukje eigenlijk. Ja. Ontzettend leuke mensen. En er zat inderdaad ook een bar in. Ook wel fijn. Voor een biertje ondertussen. Maar wat hebben die mensen dan verder nog gedaan tijdens het evenement met die badge? Er zijn tijdens het evenement meer dan 256 apps in Hatchery geüpload door bezoekers. Waarvan er 40 event-related waren. Dus dat stukje, het moet iets toevoegen aan het evenement, is denk ik ook wel goed gelukt. Er was een programmaboek, wat al voor het evenement afgekoot was, dat automatisch ook updaten op het moment dat op de website en dergelijke door de programmacomité van SHA aanpassingen in het programma werden gedaan, waren die live op de badge ook aangepast. Er was een SHA-game waar 700 mensen aan hebben meegedaan. 150 mensen hebben die game uitgespeeld. Het was een soort van spel waar je naar verschillende locaties moest en met mensen codes uitwisselen en een heleboel verschillende dingen. Allerlei villages hebben apps gemaakt. Met alle hackerspaces hebben zo'n beetje een app waar je hun logo, als ik mijn power er nu op gooi, dan zie je een mooi RefSpace logo naast mijn naam staan. En inderdaad. Ransomware. Ja, maar goede software is ook. Of goede apps zijn ook slechte apps. Dus. Was er dus ook ransomware. Daar wilden we iets tegen doen. Wat ga je er tegen doen? Je kunt alle apps één voor één weer uit de hatchery halen. En. Dat was juist een van de dingen die we niet wilden. We wilden niet een walled garden. We wilden niet een drempel om je software te kunnen toevoegen. Ja, je weet gewoon dat het een kat-en-muisspel gaat worden. Dus dat wil je echt heel erg voorkomen. Dus ja, wat doe je dan? Wil je dan de rechten van elke app gaan inperken, dat er niet zomaar bij de hele badge kan? Nou, dan kun je misschien voorkom je denk ik juist dat er echt leuke dingen mee gedaan worden. Dus dat wil je eigenlijk ook weer niet. Dus uiteindelijk zijn we op een mooie tussenoplossing uitgekomen. En dat is de safe mode. Op het moment dat je de badge opstart en kijk wat is de select Start denk ik? Of select, één van de twee. Eén knop induwt. dan kom je in safe mode, worden er geen apps uitgevoerd, maar kun je nog wel gewoon bij de hatchery kun je programma's installeren, deinstalleren, eventueel ook starten. Start. Ja, dat is eigenlijk wel het hele verhaal. Ja. De services die op de achtergrond draaien worden niet opgestart op het moment dat je in safe mode bent en hij gaat ook niet slapen. Dus dat is eigenlijk een prima oplossing of tussenoplossing om de vervelende apps te kunnen deinstalleren. En als het een nog groter probleem is, dan zijn er vast wel weer andere apps waarmee het opgeruimd kan worden. En daarnaast maakt het ook zelfs development nog een stukje makkelijker. Aangezien die niet in slaap gaat, een aantal mensen hadden ook de klacht: ik ben met mijn serieel verbonden en ik ben een beetje in de Python shell bezig, maar ineens reboot hij iedere keer. Wat kan ik daaraan doen? Nou ja, er waren 4 workarounds die op zich ook werkten, maar dit maakte ook app development weer een stuk makkelijker. Alleen ja, ook dat helpt niet als je geen goede opstack hebt voor je flashing station.
Het grappigste trouwens, nog even terug naar de originele firmware. De maker van de eerste firmware, van de eerste malware, kwam ook naar onze badge bar toe op een gegeven moment. Een beetje schuchter, een beetje bangig. Van, ik zoek iemand van het badge team. Nou, wij zijn van het badge team. Ja, iemand heeft mijn malware aangepast, want nu is het echt malware. Je kon eerst op reset drukken en dan deed alles het weer gewoon. Ja, nee, dat waren wij. We vonden dat het echt niet halfslachtige malware. Dat kan gewoon echt niet. Doe het goed of doe het niet. Dus hier heb je een biertje. Laten we verder gaan zitten en over leuke dingen hebben. Zoals, kijk naar onze mooie nieuwe safe mode die vanavond gepusht wordt. Dus anyway, hoeveel werk was dit nou eigenlijk allemaal? Zoals je kan zien, dit is alleen onze commit. Dus MicroPython, et cetera, dit was alleen ons team commits. Niet de hele basis van MicroPython, zelden met UGFX. Maar al dat werk samen heeft er wel voor gezorgd dat er een tienvoudige daarvan aan hoeveelheid commits zijn gedaan door bezoekers van SHA aan apps. En verder, een leuke, en daar eindigde ook de vorige batch talk mee. Wat werd er aan hardware gebruikt zoal op SHA op het netwerk? Nou, leuk. Ja, best veel Linux gebruikers, best heel veel Android gebruikers. Maar met stip op nummer 1, de SHA badge. En stabiel. En stabiel. Zijn er nog vragen? Helemaal? Oké. Komt-ie. Ja, die bovenbaan moest zo af. Hallo. Dat flushing station, wat was er nou gebeurd dan? Ja. Nou, in eerste instantie was er iemand achter gaan zitten en had er alternatieve firmware op gedownload. En stond ook een stickertje op met het wachtwoord, hè? Er stond inderdaad een stickertje met het wachtwoord van RefSpace op de laptop nog. Dat was opsec file nummer 1. Ten tweede heeft hij toen ook de wifi aangezet en zijn eigen public key in de authorized keys van SSH gezet. Waarna we dus inderdaad de firmware weer terug hebben gezet naar een bekende known good versie. Een uurtje of wat later, still pwned anyway, er stond weer een nieuwe op. Dus ja, het was een ontzettend leuk kat-muisspelletje. En ook daar zijn we puur en alleen gewoon positief op ingegaan. Van jongens, zoals je ook op dat Twitter bericht je zag van jongens, fantastisch, kom bij ons langs, drink een club maten en hoe hebben jullie het eigenlijk gedaan? Ja, hij vond het nogal spannend, dus had hij een Arduino geprogrammeerd om al die toetsencommandos in te voeren, dat hij dus in één keer dat in kon pluggen en de boel kon ownen. Ja, hij had er echt moeite voor gedaan. Heel tof. Nog andere vragen jongens, anders gaan we snel door. What's next? IMF. IMF. This year, this summer, they apparently, according to Jonty, have an awesome badge that they don't want to tell us anything about, because in contrary to our badge team's radical openness, they are very, very secretive about it. Oh. So I really would like to know more, but I don't know any more. And for me, personally, this project was really started by me because I wanted to do something better. There were no real badges after the rocket badge, according to my opinion, like being able to read someone's name at a speaking distance, event augmentation, easy hacking. We have now done that, so first I want to have some other people do it wrong again and then correct them, because I really don't like repeating myself, and I think I can speak for Buzz as well. I would, of course, help anybody who wants to do a next Dutch Hacker Event badge project or anything, but I'm not going to be leading it. Same. Okay. Dank jullie wel. Yay. Give it up voor Bas en Anne-Jan. En Sebastius voor die additional support. This stream will be region blocked for England. Oh. I'm not sure. Never. Dank je wel. Dank je wel. Dankjewel. Graag gedaan.